Nederland staat dit jaar erg laag op de persvrijheidsindex van Reporters Sans Frontières. Journalisten zonder grenzen. Op nummer 28. Dat is opmerkelijk, aangezien Nederland sinds 2002 altijd in de top 10 stond van landen waar de persvrijheid goed is geregeld. En die daling die heeft niet zozeer te maken met de vrijheid om te publiceren, maar met de veiligheid van journalisten. Rut Kronenburg is directeur van Free Press Unlimited, dat zich inzet voor persvrijheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt er gezegd over die veiligheid? Die is inderdaad behoorlijk gedaald, zoals je zelf al aangaf. En dat komt door een aantal gewelddadige voorvallen. Bijvoorbeeld de moord op Peter R. de Vries. Maar zo zijn er ook journalisten aangevallen. Zoals de persfotograaf die met een shovel met zijn auto in een greppel is geduwd. En de Groningse journalist die een brandbom door zijn raam geworpen kreeg. Ja, het gaat dus echt over de veiligheid van journalisten. Niet zozeer over inderdaad het recht of de vrijheid om te publiceren. Ja. Maar als je daarnaar kijkt, naar die veiligheid, dan scoort Nederland lager dan bijvoorbeeld Kazachstan of Zuid-Soedan. Dat zijn nou niet bepaald landen van ik denk, god, dat is heel veilig als journalist. Nee, maar je moet eigenlijk naar het geheel kijken. Hè, want ze gaan uit van 5 indicatoren. Waar veiligheid er 1 van is. En het geheel van die indicatoren maakt uit op welke plek je staat. De landen die jij net noemt, die scoren op alle indicatoren natuurlijk lager. Ja. Als we kijken naar journalisten in landen om ons heen, hoe gaat het daar dan met de veiligheid van die journalisten? Nou, kennelijk beter als bij ons, want wij scoren slechts 47%. Waar Frankrijk bijvoorbeeld 69% scoort. Dus dat scheelt aanzienlijk. En dat heeft gewoon te maken met dergelijke voorvallen zoals ik net noemde. Die worden gewoon zwaar meegewogen in de berekening. Ja, en daar lijkt Nederland dus echt wel een beetje de bovenuit te steken. Ja, voor ons is 2021 een behoorlijk gewelddadig jaar geweest. En misschien heeft dat ook met corona te maken, dat weet ik niet. Ik hoop natuurlijk dat dat een uitzondering blijft en dat Nederland de voorvechter van persvrijheid blijft, die we altijd zijn geweest. Kun je zeggen dat, kijk, er worden veel journalisten bedreigd, maar dat misdaadjournalisten een aparte groep zijn wat dat betreft? Zeker, want georganiseerde misdaad hier in Nederland wint steeds meer terrein. Er worden ook steeds meer journalisten bedreigd. En het is dus ook zaak dat, zoals we weten, worden een aantal journalisten ook gewoon beveiligd. Dus dat speelt zeker een rol. En is onderzocht of journalisten zich daardoor ook terughoudender gaan gedragen, toch? Dat ze aan een soort van zelfcensuur gaan doen? Gelukkig is het wel zo dat de Nederlandse autoriteiten bescherming bieden op het moment dat het ook nodig is. Maar dat is een gevaar als Nederland verslapt in dat geval, dat aan de orde zal zijn. Ja. Wat kunnen we doen met z'n allen, maar ook als overheid? We hebben natuurlijk als journalistenvereniging Persveilig. Ja. Heel goed initiatief waar ook met belangstelling vanuit het buitenland naar gekeken wordt. Dus dat moeten we zeker volhouden. Het is wel zo dat bijvoorbeeld vorig jaar zijn er bij demonstraties ook journalisten gearresteerd. Terwijl dat eigenlijk gewoon niet nodig was. Politie moet ook beter reageren. En dat is onderdeel van Persveilig, dus dat zou beter uitgevoerd kunnen worden. Maar ik denk ook dat de Nederlandse bevolking moet gaan waarderen dat wij onafhankelijke journalistiek hebben en dat een heel groot goed is. Maar daar zijn denk ik wat meer nodig dan een oproep, toch? Meer nodig dan een oproep. Daar zal de overheid ook echt veel aan moeten doen. Er zal op scholen moet er meer nadruk gelegd worden. Niet alleen maar mediawijsheid, maar ook het belang van onafhankelijke journalistiek ten opzichte van de democratie zal ook een onderdeel van het lespakket moeten zijn. En wat kan de overheid verder doen? De overheid maakt natuurlijk heel veel gewag van het feit dat wij in een vrij land leven. Binnenkort hebben wij Bevrijdingsdag waar we dat gedenken.
En daar hoort ook bij dat persvrijheid is daar een onderdeel van. Dus er mag best aandacht aan besteed worden. Een speciale positie hebben vrouwelijke journalisten, want die hebben veel meer last nog, hè, van intimidatie. Ja, bijna de helft, dat blijkt uit een onderzoek wat 3 jaar geleden alweer gedaan is. De helft van de vrouwelijke journalisten heeft last van online bedreigingen, intimidatie en dergelijke. En eigenlijk zou daar jaarlijks gewoon onderzoek naar moeten doen hoe ernstig dit is. Ja, klopt. Ruth Kronenburg, directeur van Free Press Unlimited. Dank u wel. Dank u wel.